Hard werken, goed voor elkaar zorgen en de wereld netjes achterlaten. Met die waarden en tradities ben ik opgegroeid. En dat wil ik ook graag doorgeven aan onze kinderen. In een sterke samenleving kijken we naar elkaar om. Daarom krijgen ouderen, mantelzorgers en andere vrijwilligers beter ondersteuning. Ook de politie en andere hulpverleners verdienen onze steun. En ze krijgen dan ook extra capaciteit. Cultuur en erfgoed geven kleur aan de samenleving. Het maakt wie we zijn. En het laat ons kennis maken met het onbekende. Cultuur is van en voor iedereen. Voor de amateur en de professional. Voor de harmonie en de Rijksmusea. Ieder kind moet naar de muziekles kunnen. Naar de BIEB of sporten bij een van de vele mooie sportverenigingen. De vrijheid van onderwijs zorgt ervoor dat ouders zelf een goede school kunnen kiezen voor hun kinderen. In een veelkleurig land wonen we samen, leven we samen en werken we samen om spanningen aan te pakken en op te lossen. Voor een eerlijke economie zijn extra investeringen nodig. Onder andere in een slimmere mobiliteit. Het verkeer loopt nu vast, zoals op de A4 in de Randstad, maar ook daarbuiten. Ik kies voor meer investeringen in het beroepsonderwijs. Scholen moeten klein en herkenbaar zijn en het onderwijs moet goed aansluiten op wat de werkgevers vragen. In een eerlijke economie krijgen ondernemers meer kansen. Iedereen doet mee naar wat hij of zij kan. Een goed en rechtvaardig ontslagrecht biedt mensen meer kans op een vaste baan. Wij verlagen de lasten voor werkgevers. En daar vragen we ook wat voor terug. Ik wil graag dat er meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De rest van de wereld zit ondertussen niet stil. Om in de top te blijven, moeten universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand samenwerken voor meer innovatie. Nederland biedt iedereen die er woont veel kansen. Ik wil me inzetten om het talent van mensen tot zijn recht te laten komen. In een land waar hard gewerkt wordt en mensen omzien naar elkaar. Voor een sterke samenleving en een eerlijke economie. Ik ben Jan-Jaap de Haan, nummer 37 van het CDA. Voor een land dat we door willen geven.